Bernard Ben Anton Hafait is gisteren naar zijn laatste rustplaats gebracht, de Hodimihikras Tibi. Hafait werd in 1984 toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie. Slechts 6 advocaten waren ooit langer dan hem ingeschreven. Zijn senioriteit was niet alleen gestoeld op het aantal jaren dat hij advocaat was, maar vooral op zijn enorme kennis van het recht en zijn kunde van het vak, zei Alison Frank, deken van Surinaamse Orde van Advocaten. Hafait heeft ook zijn krachten gegeven aan de Rotary en was er in de laatste jaren van zijn leven honorary member. Manoj Parsan, president Rotary Club Paramaribo Centraal, zegt dat Hafait gemist zal worden in alles dat hij deed voor de organisatie. De afgelopen dagen hebben niet alleen fellows, maar ook collega's vanuit zijn professie hem bedacht en geëerd voor zijn liefde voor Suriname, maar vooral ook om zijn maatschappelijke betrokkenheid en bijdrage aan ons land. Na zijn dienstbaarheid aan de Surinaamse gemeenschap heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld bij organisaties als Staatsolie, het Leger des Heils, als ook het Openluchtmuseum in Amsterdam, om maar een paar te noemen. Met het heengaan van Oom Ben heeft de Rotary Suriname een voorbeeldige fellow verloren, welke een excellente balans heeft kunnen vinden tussen dienstbaarheid en fellowship. We hopen dan ook dat Oom Ben een role model zal zijn voor de huidige en toekomstige generaties Rotarians. Christine Jong-Ching-Fa, die namens de Ware Tijd een afscheidswoord hield, sprak over zijn mentorschap in zijn tijd als directeur van het Dagblad. We hebben hem elke dag weer beleefd, langer dan 10 jaren lang. Ben. Toen we Ben voor het eerst meemaakten, hij werd door ons geïntroduceerd als te zijn onze directeur. Hij heeft meteen een blijvende indruk op ons gemaakt. Ten eerste omdat hij een klein, kort mannetje is, met een stapel documenten in zijn hand. En dan loopt hij de vergaderzaal binnen met een harnas voorkomen, trots en gereserveerd. En ja, dan keken we hem aan. En als we hem vroegen, maar hoe moeten we u eigenlijk aanspreken, zei hij niet van, meester, nee. Weet je wat hij zei? Hij zei, ba. Hafait werd herdacht om het feit dat hij desondanks eenvoudig en vriendelijk bleef. Toch was meester Hafait in de omgang niet intimiderend. Een gezellige collega, altijd in voor een grap of een tori en nooit te beroerd om zijn kennis te delen. Ben Hafait overleed op 22 juli op 86-jarige leeftijd.